Deze week is het Donorweek. Gisteren hebben BN'ers al diverse acties ondernomen. Vandaag praten wij met een arts en een ontvanger van een donornier. Het is de Donorweek. Kunt u vertellen waarom u zelf donor bent? Ik ben zelf donor omdat dat volgens mij een soort burgerplicht is, zeg maar. En ik ben dan ook eigenlijk al jarenlang heel erg teleurgesteld dat de politiek daar niet in meegaat en we in Nederland nog steeds een systeem houden waarbij niet iedereen automatisch orgaandonor is. Het is zo, niet zo dat het invoeren van zo'n systeem zou leiden tot heel veel meer orgaandonoren. Dat is onwaarschijnlijk. Maar het zou wel een soort uiting geven aan een bepaald soort solidariteit van gezonden met onze zieke medemens. En ik zelf heb me al jaren geleden laten registreren, omdat ik denk dat als ik dood ben en ik heb nog organen die over zijn, die bruikbaar zijn voor anderen, dat ik daar echt enorm zou kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van die mensen. Er zijn er nog een heleboel vragen vanuit de burgers waarom ze het niet zouden doen. Een vraag bijvoorbeeld is, zie ik er nog normaal uit als ik donor ben geweest? Als je donor bent geweest, dan ben je natuurlijk wel geopereerd. Hè? Want er zijn natuurlijk wel organen verwijderd. Dus er zijn natuurlijk altijd wat littekens zichtbaar. Maar meer dan dat is er niet zichtbaar. En als mensen dan later opgebaard worden, hebben ze over het algemeen kleren aan. Dus dan zie je inderdaad helemaal niks van het verwijderen van de organen. Kunnen mensen zelf kiezen welke organen ze eventueel niet af willen staan? Ja, nee, je kan. Het is een soort keuzemenu, zeg maar. Waarbij je kan aangeven, ik zou niet willen dat mijn hart gebruikt wordt, maar mijn nieren, daar zou ik geen enkel bezwaar tegen hebben. Dat kan je allemaal precies aangeven wat je wel en niet zou willen. Kijk, het vraagstuk van orgaandonatie gaat enorm over leven en dood. Hè? En mensen kunnen er allerlei reële, maar ook irreële angsten bij hebben. Als een van de angsten is dat dokters zo graag organen zouden willen verwijderen, dat ze daarmee de nauwkeurigheidsafspraken over de grens tussen leven en dood zouden veronachtzamen, zeg maar. Dan moet je constateren dat juist dit proces bijzonder goed geregeld is en bijzonder goed afgesproken is. Er zijn hele strakke richtlijnen die gaan over het moment waarop je iemand echt officieel dood verklaart en wel zodanig dat je organen mag verwijderen. Dus het is totaal niet zo dat je eerder doodverklaard wordt omdat die dokters allemaal staan te trappelen van we willen organen verwijderen. En waarom zijn er nog zo weinig organen beschikbaar? Heeft u een idee hoe dat toch komt bij de mensen? Het aantal orgaandonoren neemt af doordat er minder ongelukken gebeuren, minder acute hersenbloedingen. Maar helaas gaan er ook organen verloren omdat er niet bekend is soms van wat mensen willen. Maar soms ook omdat mensen bezwaar hebben tegen orgaandonatie. Wat wilt u zeggen tegen onze kijkers? Waarom ze het moeten doen? Ik denk dat ik zie het zelf bijna als een soort burgerplicht. En ik zie het als een soort solidariteit met de zieke medemens. En ik ben specialist op het gebied van nierziekte. En op mijn polykliniek lopen heel veel patiënten rond die een niertransplantatie hebben gehad. En ik zie gewoon wat een enorme verschil in kwaliteit van leven dat is. Of je aan de dialyse bent of dat je een niertransplantatie gehad hebt. Hetzelfde geldt voor harttransplantaties, longtransplantaties en dergelijke. Je ziet gewoon in het dagelijks leven zoveel goede voorbeelden van hoe het goed met die mensen gaat. Je hebt zelf een niertransplantatie gehad. Hoe zag jouw leven eruit voordat jij die niertransplantatie hebt gehad? Ik had toen een nierfunctie van ongeveer 15-10%. En dat is gewoon hartstikke weinig. Dan zit je echt op het randje van dialyse. En dan ben je gewoon heel erg moe, heel veel slapen. Ik weet nog dat ik heel veel jeuk had altijd, omdat je afvalstoffen niet weggewerkt worden. En daarnaast ook de eetlust die erg verdwijnt. Gewoon elke avond weer ruzie aan tafel, omdat ik niet wilde eten. Mijn ouders wilden dat ik wel eten. En allemaal die dingen die erbij komen kijken. Toen heb jij heel lang op de wachtlijst gestaan voor een niertransplantatie. Of hoe is dat bij jou gegaan? Nee, ik heb niet op de wachtlijst gestaan. Bij mij zagen ze natuurlijk al heel vroeg aankomen dat mijn nier achteruit ging. En toen hebben mijn ouders gezegd, als je ooit een nieuwe nier nodig hebt, dan willen wij jou die geven. Toen hebben ze zich beide laten testen. En toen kwam in dit geval mijn vader als meest geschikte donor uit de bus. En uiteindelijk heb ik dus de nier van hem gekregen. Daarmee ben jij toch wel ondanks alles een geluksvogel, omdat heel veel mensen geen nier krijgen. Hoe belangrijk is het om donor te worden?
Ja, ik denk heel belangrijk, want het is hartstikke fijn dat ik die nier in dit geval van mijn vader heb kunnen krijgen. Maar het is natuurlijk wel een risico voor hem geweest en ook voor andere levende donoren. Het blijft een operatie met een risico. Dus het zou gewoon veel mooier zijn als er veel meer postmortale donoren zouden zijn. Zodat je niet een ander leven ook nog in gevaar moet brengen om toch zelf weer een beter leven te kunnen krijgen. Als jij geen nieuwe nier had gehad, hoe had je leven er dan nu uitgezien? Nou, dan had ik dus aan een dialyse gemoeten. En nou ja, je kunt kiezen of in het ziekenhuis of thuis. Nou, het ziekenhuis, dat zou voor mij betekenen dat ik vanuit Limburg op en neer moest naar Utrecht 3 keer in de week. Dus dat zou echt een enorme belasting zijn geweest. Of thuis dialyseren, maar dan lig je elke avond of nacht lig je aan de machine. En dan met vriendinnetjes sporten of een keertje uitgaan. Want ik begon net die leeftijd te krijgen natuurlijk. Dat had er dan ja, waarschijnlijk veel minder ingezeten. En daarnaast ook nog dat je van de dialyse katers krijgt en toch snel moe bent. En ja, nog gevoeliger bent voor allerlei andere infecties of ook een onnozele griep of zo. Maar het kan wel weer gevaarlijker zijn voor je. Kan je nu je hele leven met deze nier doen? Nee. De gemiddelde levensverwachting van de nier zelf, zeg maar van een postmortale nier, is wat ik weet ongeveer 10, 12 jaar. En van een levend iemand een nier is gemiddeld 20 jaar. Maar goed, ze doen het ook nog niet heel lang, dus dat kan ook meer oplopen. Maar de kans dat ik mijn hele leven met deze nier vooruit kan, is heel klein. Dus voor jou ook die oproep gewoon is heel dringend van mensen, meld je aan. Ja, want nu zit ik niet in de situatie, maar het kan, je weet nooit wanneer. Het kan over een jaar al misgaan, het kan over 10 jaar misgaan. Maar de kans dat ik ooit weer een nieuwe nier nodig heb is heel groot, ja. En dan geldt het ook voor mezelf inderdaad. Nu over nieren, maar je hebt ook mensen die aan longen moeten en zelfs een hart of lever. Zit jij ook een beetje met die mensen in gesprek, hoe die daarin staan? Ja, ik ben ook lid van Stichting Sport en Transplantatie. En dat is een organisatie waar mensen met alle soorten orgaantransplantaties bij elkaar komen om samen te sporten. Dus ik bijvoorbeeld met badminton speel ik regelmatig een dubbel met een hart getransplanteerde. En dan hoor je hun verhalen nog wel. En dan besef ik persoonlijk altijd wel dat, nou dan heb ik zoiets van, een nier valt eigenlijk nog wel mee. Want daar heb je nog dialyse als vervanging voor. Ja, voor longen of hart en ook leven. Ja, dan als je die niet op tijd krijgt, dan is het gewoon echt afgelopen. Als jij een oproep mag doen aan onze kijkers, wat wil je dan aan hun vragen? Nou, ik vind echt het belangrijkste, denk erover na. Praat met familie en met vrienden hierover. En het liefst ook registreer je keuze. En wat die keuze is, dat is echt geheel aan jezelf. En daar heb ik alle respect voor wat je kiest. Maar maak de keuze in ieder geval.